Zo, goedemiddag. Ik ben Marloes Teunissen van Fabulous Stampin. En ik had afgelopen zaterdag teamdagje bij Miranda Mols van Team Utopia. En daar mochten we spelen met de nieuwe spulletjes uit de catalogus. En een van daarvan is deze leuke set Let the Good Times Roll. En die is erg speciaal, want die heeft naast de stempeltjes zoals een locomotiefje, racebaankarretjes... Een cadeautje, een wolkje, een bosje, noem maar op. De bijbehorende vreemdes. Ook een pop-up snijmal. En met deze pop-up snijmal zou je een pop-up kaart moeten maken waarbij een achtbaan de kaart uitpopt. Nou had Miranda dat zelf al geprobeerd vorige week. En die riep: jongens, het lukt niet. Dus help. Nou, dan ben ik de broerste niet en wil ik dat dan ook heel graag proberen. En wat eigenlijk het probleem is, volgens wat er in de catalogus staat, is dat je, zodra je hem openmaakt, de kaart eigenlijk niet uitpopt. Als je de gebruiksaanwijzing volgt, door de mal op het midden van de kaart een volledige rillijn te maken, op die rillijn uit te lijnen met die streepjes en hem dan te snijden. Dan moet je hem terugduwen in de kaart dichtvouwen. Maar dan moet de ontvanger moet hem dus eigenlijk naar buiten trekken, zodat het een pop-up kaart wordt. Ja, daar snap je dat wij daar niet zo over te spreken zijn. Dus was de taak om te gaan uitzoeken hoe we het wel een pop-up kaart konden maken. Dat betekent, op het moment dat je de kaart openmaakt, tadaa, hij ook daadwerkelijk naar buiten komt. Nou, er zijn een paar dingetjes waar je daarbij op moet letten. Als je dit gaat doen, de kaart kan uiteindelijk niet meer helemaal volledig open. Dus ik vind persoonlijk dat dat ook niet hoeft, want het is een pop-up kaart. Maar hou daar dus even rekening mee dat je de voorkant ook versiert voordat je de binnenkant erin plakt. De twee dingetjes waar je rekening mee moet houden, we gaan het dadelijk stap voor stap doen, is de snijmal moet niet precies op de vouwlijn liggen. Dus als je hem gaat rillen of door de kuttelbuk gaat halen of door de Big Shot, dan moeten die streepjes niet precies op de middenlijn zitten. En die middenlijn die moet je niet over de gehele kaartlengte rillen. Nou, even stap voor stap. Dat is wel zo makkelijk. De breedte van de snijmal is 10,7 centimeter. Nou, om te beginnen, wat ik ga doen, ik heb alvast een leuk voorkantje gemaakt. Dus dit wordt mijn voorkantje. En aan de binnenkant wil ik die pop-up kaart hebben. Nou, wat gaan we doen? We pakken de trimmer. En we snijden met wit thick cardstock. En ik ga nu heel eigenwijs doen, want iemand van die er afgelopen zaterdag was, die zei: nou, het witte cardstock is wel vrij vezelig, dus dat wordt wel pittig. Ik ga het proberen. Als ik aan het einde van het filmpje zeg: wauw, niet doen, zorg dan dat je gekleurd cardstock pakt. Want daarmee heb ik het zeker weten werkend gekregen. En met het witte ga ik nu heel eigenwijs het gewoon proberen. Nou, voor de inlay, omdat ik een klein randje wil hebben, snij ik de inlay op 14 cm bij 19,4 cm. En dat betekent dat mijn binnenkant van mijn kaart 9,7 cm bij 14 cm wordt. En dan ril ik hem, dus dan leg ik hem hier op 9,7. Nou, en dan mogen we weer het rekentrucje doen. Onze kaartbreedte is 14, onze mal was 10,7. Dus dan houden we 3,3 centimeter over. De helft daarvan is naar boven afgerond 1,7 centimeter. Dus wat doe ik? Ik ril op het midden van de kaart, ril ik 1,7 centimeter vanaf beide zijkanten. Dus om rillen maar eens. Dus dat is het lichte dingetje. Lekker. 1,7, die zit hier. En dan ril ik hem terug naar buiten. En dan zie je dat ik hier nu
een vouwlijntje heb. Nou, datzelfde doe ik aan de andere kant. 1,7. Dus dat is op 12,3 dan, hè? Van 12,3 naar 14. Nou, en dan heb ik nu twee rillijntjes aan de zijkant zitten. Vouw die kaart nu dus nog niet dubbel. Want dan kom je in de problemen, want dan maak je alsnog stiekem een vouwlijn hier. Nou, dus we hebben de rillijnen gemaakt. En dan pakken we de Big Shot. Zo. Dan halen we de snijmal er even bij. En dan is de truc. Ik heb de magneetplaten liggen, dus daarom kletst die zo lekker. Dan is de truc om de snijmal zo'n 4 tot 5 mm boven die rillijn te leggen. Dat ga ik eventjes laten zien. Nou, dit is een ruime 5. Laat ik hem iets lager leggen. Op een gegeven moment doe je dit op gevoel. Dus ik denk dat de ruime 5 ook had gekund. Nou, dit is een kleine 5. 5 mm. En zorg dat je de mal netjes in het midden legt. Zodat je hier allebei de rillijnen nog ziet die je gemaakt hebt. 5 mm boven die rillijn. En dan kun je hem er doorheen halen. Nou ben ik altijd lekker eigenwijs. En doe ik hem altijd heen en terug. Ja, je ziet die platen die kunnen krom komen staan. De volgende keer leg ik hem er zo weer op. En dan trekt hij weer de andere kant op krom. En dan is er niks aan de hand. Nou haal je de snijmal er vanaf. En dan zie je dat hij er heel mooi in zit. Al die kleine dingetjes. Die kun je er lekker makkelijk uithalen. Ik weet officieel zeggen ze dat die hier niet voor bedoeld is. Dus je alleen bedoeld om die kleine dingetjes uit de snijmallen te halen. Zoals ik al zei, ik ben eigenwijs. Zo. Even plek maken. Nou, dan hebben we hier onze kaart. Nou, als je echt volgens de regeltjes wil werken, dan had je de kaart er zo op gelegd. Omdat je hem uiteindelijk nu naar binnen gaat vouwen. En de vouwlijn in theorie, deze vouwlijn eigenlijk bedoeld is om hem weg te vouwen. Maar goed, dat iedereen zijn eigen merkwaardigheden. Dan mag ik hier even gaan snel zoeken naar de boomfolder. Klein momentje. Wat ik doe, geen idee of dat nodig is of niet, maar vind ik zelf makkelijk, is ik volg met de boonfolder eventjes die lijn hier van die kleine spoorbalkjes. En dat doe ik hier nog een keer. Er zitten inkepingjes, dus door eigenlijk niet super hard te duwen, maar wel gewoon een beetje te duwen. Volg je die inkepingjes automatisch. En waarom doe ik dit? Uiteindelijk is het de bedoeling dat die spoorboompjes, zeg maar, of ja, die rails, zal ik maar zeggen. Die rails die komen naar buiten bij de pop-up kaart. En die rails, dit is de vouwlijn. En die moet zo meteen naar binnen vouwen, omhoog. Ik wil de kaart dicht kunnen. Dus om mij te helpen bij die vouwlijn te maken, ril ik hem even. Zo. Nou. Nu is de kunst dat je hier in deze zijkant geen vouwlijnen maakt. En met alle engelengeduld die je hebt. Nou, nogmaals, als je het vaker doet, dan gaat het geheel makkelijker. Nou is de kwestie van, en omdat ik met die boonfolder in heb gerild, gaat dit vrij eenvoudig. En dan duw je hem gewoon met je duim. Waarschijnlijk kan het ook met de boonfolder. Zo. En dat doe ik dan ook met de voorkant. Zo. Nou, en wat ik nu doe is helemaal niet erg. Want de bedoeling is dat dadelijk de kaart dicht gaat.
Dus hij moet zo meteen ook op deze manier in de kaart kunnen zetten. Dus door hem op deze manier naar elkaar toe te duwen, is alleen maar handig om hem ook voor te bereiden op dadelijk in de kaart weggestopt te worden. Nou, dan doen we dat nog een keer aan deze kant. Belangrijk is dat die spoor, hoe moet ik zeggen, dat stellage, die balken hier onder het spoor, dat die in ieder geval niet heel veel gevouwen worden. Dus die moeten eigenlijk het liefst zo heel mogelijk blijven. Nou, trucje nummer 2 is de rails tegen je nagel aanduwen. Dan gaat het ook alweer makkelijker. Of vanaf de achterkant werken. Het is, als iemand de trucs gevonden heeft om dit heel snel makkelijk te doen, dan hoor ik het graag. Maar ik moet zeggen, het gaat met iedere keer dat ik het doe, gaat het alweer een stukje sneller. Nou, nu geldt weer hetzelfde. Nu zijn we weer aan de voorkant. De bedoeling is dat de kaart dadelijk dicht kan. Dus we hebben één kant gerild. En dan is het weer een kwestie van hem naar boven duwen. Want die kaart moet zo meteen dus dicht kunnen. Nou, dan zie je dat ik het niet super goed doe. En even kijken. Die kaart moet zo meteen dicht kunnen. Deze vouwen we naar elkaar toe. Zo. En dan als deze naar boven gaat. En als die naar boven gaat. Moet deze ook nog. Zo. Nou, het idee is dus nu. Dat we een pop-up kaart hebben. Dat als hij zo dicht gaat. Je ziet al hè, automatisch als ik hem dicht doe. Gaat hij al een beetje naar boven. Alleen hier heb ik hem nog niet helemaal netjes gevouwen. Krijg je altijd het demo effect op een filmpje. Goed. Dus dan hebben we dit. Ja. Ik ga dit straks versieren. Want daar ga ik jullie niet mee vermoeien. En ik ben nog niet zo snel met filmpjes nabewerken. Dat ik dat allemaal knipplak op pop-up. Dus wat is nu het idee? We plakken deze hierin. En we plakken die daarin. Nou zie ik dat mijn rekenkunsten ontzettend goed zijn vandaag, maar niet heus. Of ik heb hier niet mijn goede basiskaart voor gebruikt. Nee, toch wel. Oké, nou dan roep even als je een andere binnenmaat van de kaart wil hebben. Want hij is nu aan de bovenkantje iets korter dan ik van plan was. Zo. Nou, de bedoeling is dat we hem er zo in plakken. En dat als we hem dicht doen, dat die kaart ook mooi dicht gaat. Wat mijn manier hiervoor is. Is op deze kant. Met de multi liquid glue, de multipurpose glue van Tombow. In principe hoeft er helemaal niet zo heel veel op. Ik heb geen zin als hij dadelijk niet goed zit. Zo. Nou, waarom doe ik deze kant nu met de vloeibare lijm? Omdat ik die dan nog een beetje kan schuiven. Dus mocht ik dan een klein foutje maken, kan ik nog een beetje schuiven. Dan leg ik de vouwlijn waarop ik hem de witte heb gevouwen in de vouwlijn van de groene basiskaart. Zo. En dan duw ik hem hier omheen aan. En dan doe ik de kaart even dicht. Nou, tada. Zo. En dan is mijn truc. Ja, dit is echt hoogstaand werk, maar hij gaat in ieder geval dicht. Dus dat is goed. Zo. Dan doe ik hier fast fuse op. Nou, waarom Marloes? Nou, fast fuse, die zit meteen vast. Dus. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En 4. En 5. Hoppa. Zo. Nou, wat doen we nu? Nou leggen we die kaart
naar binnen toe. Zodat hij dicht zit. Oeps. Dan wil ik hem eigenlijk zo hebben, zodat als ik hem dichtval, wat dus nu het geval is, zo, dat ik hem ook goed heb. En klaar is Kees. Dus wat doen we? We hebben een hele leuke kaart. En als die open gaat, hebben we een pop-up achtbaan. En hij kan ook fatsoenlijk dicht. En als hij dicht gaat, even spieken aan de zijkant, zie je dat de rails omhoog klappen. Zodat als ik hem open trek, hij komt te staan. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En als jullie er een kaartje mee gemaakt hebben, laat het me vooral zien. Succes!